Allemaal, leuk dat jullie er zijn om samen met ons een mooi feestje te vieren. Mijn naam is Sanne van der Rotte. Ik ben projectleider van de campagne Samen in Actie van het ANWB Fonds. En voordat we overgaan naar het officiële gedeelte, wil ik graag even gebruik maken van de gelegenheid om onze ANWB vrijwilliger Niek te bedanken, Niek Jonkman, en de vrijwilligers van Vrienden van het Geuzenveer. Om dit feestje allemaal op korte termijn te organiseren. Dus dank daarvoor. Aankomende 2 weken gaan we door heel het land, langs alle 12 provincies, om de winnaars de cheque uit te reiken. Vandaag zijn we in Zuid-Holland bij het Geuzenveer. En voor het moment vraag ik graag Anne Volkers, ons adviescommissielid ANWB Fonds. Naar voren en Marit Visser van Vrienden van het Geuzenveer en Piet Jongepier van de stichting Vrienden van het Geuzenveer. Ja, en ik neem nog gelijk 2 mensen mee, dat is de vrijwillige schipper en de passagier, dan zijn wij goed. Helemaal goed. Heel goed. Ja. Kijk, houden van initiatief. Ja? Dankjewel Sanne voor de mooie introductie en het bedanken van iedereen die het al georganiseerd heeft. Ik mag namens de ANWB morgen de prijs uitreiken van de winnaar van Zuid-Holland. En dat is dan de Geuzenveer Fluisterstil door Brielse Meer. Fluisterstil, omdat zeg maar... De aanvraag van dit project voor dit fonds is om zeg maar, elektrisch te varen. Dat past natuurlijk helemaal bij deze tijd. En de reden waarom ook de Geuzenveer de prijs heeft gewonnen is omdat het in de eerste plaats heel goed past bij de ANWB. Bij de thema's die de ANWB staat. Dit fonds heeft een aantal criteria, met name verkeersveiligheid, vrije tijd, maar ook veilig en mobiel en milieubewust mobiliteit. En dit project past natuurlijk heel goed bij duurzame mobiliteit. En de tweede reden is dat ook gekeken is naar de impact van dat project. Is het voor 6 personen uit de buurt of heeft het een heel groot bereik? Nou, dat heeft het zeker. Ik heb begrepen dat voor recreanten en toeristen, en maar ook voor de bewoners hier, dat in zo'n seizoen van april tot oktober 15.000 mensen gebruik daarvan maken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Mooie impact. En de derde reden, en dat is niet de minste, is dat er is massaal gestemd op dit project. En zeg maar, van de 3 genomineerden heeft dit project ook de meeste stemmen gekregen. En u bent ook dus terecht de winnaar. En ik wil dus heel graag om die reden de cheque overhandigen. Ja? Gaan we nemen? Ja. Ja. We gaan hem allemaal nemen. Als u er het heen gaat, staat wel. En dan... Ja, ook even bij mij. Ja, oh, bloemetje erbij. Top. Ja. Dank u wel. We zijn heel blij mee. Ja. Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij. Kan ik vasthouden? En waarom staan we hier met z'n vieren? Omdat eigenlijk de feitelijke degene die hier zou moeten staan, Ingrid en Hans van de stichting en daarmee de feitelijke eigenaar Run, hier niet zijn. Want die zijn met vakantie. Die hadden al vrij lang een vakantie geboekt en betaald en dan blijkt het, dat dit niet in de annuleringsverzekering zit. Dus ja, die hebben toch maar gezegd van, nou ja, jongens, dan... Dus vandaar dat ik dan wel wij nu de honneurs waarnemen.
Ik ben Piet Jongepier, ik ben voorzitter van het SOBM. En dat is de overleggroep Brielse Meer. Daar zitten alle partijen rond de Brielse Meer zitten daar even tegenwoordig als spreekbuis naar de overheid. En Ingrid die heeft mij van het voorjaar benaderd van joh, wil je eens met me komen praten? Want ja, we hebben een probleem. We hebben een boot met een motortje uit 1963 dat rookt als een stoomboot. En we mogen Brielen niet in. En ja, zo gaat dat natuurlijk, zo kunnen we dat niet volhouden. Dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk ja, hebben we toen een soort vliegwiel gekregen. We zijn gaan praten en naar fondsen bewerkt. En toen kwam natuurlijk als klap op de vuurpijl van de zomer kwam deze fantastische actie van de ANWB erbij. Hoewel we heel erg bang waren, want ja, het ging pas draaien in augustus. En toen waren hier de schoolvakanties al bijna voorbij. Dus toen dachten we, ja, hoe krijgen we al die stemmen? Ja. Maar ja, ik moet zeggen, er is enorm hard aan getrokken. Er zijn borden bij de steiger gekomen. Jullie hebben door Brielen gelopen, ja, om stemmen te, ja, verzamelen. We hebben ons hele netwerk benaderd van stemmen, 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 stemmen. Ik had ook geen idee trouwens hoeveel het er waren. Maar ik vind het knap. Er waren er ruim 1000. Ja. Ruim 1000 stemmen, dat vind ik er echt erg knap. Ja. Dus ja, het is eigenlijk ook een vliegwieleffect geweest. Door de ANWB hebben we denk ik ook andere fondsen. De gemeente Brielen is zeer genereus erover. De Rabobank, ik zie meneer Hogeboom met de installatie is een sponsor. De Krabbenplaat, de Rabobank, Fonds Schiedam-Vlaardingen. De Grootfonds. Dus daarmee heeft iedereen het belang gezien. En het belang is natuurlijk ook... Het pontje dat heeft natuurlijk sowieso al historische waarde. Dus alleen daarom zou het moeten blijven. Het tweede doel wat we eigenlijk ook hebben, dat we feitelijk dat hele pontje uit de exploitatie willen hebben. En in een stichting zoals ook fluisterboten werken. In Schiedam werkt fluisterboot ook op zo'n soort manier. En de Benisse werkt ook zo. Dat daar gewoon een vriendengroep omheen komt. Met aan de ene kant vrijwillige schippers, dat we zeggen, joh, ik vind het leuk om eens een paar middagen in het seizoen of een paar uur per seizoen om daar op dat schip te varen. Het is ook een hele goede sociale activiteit als je dat zou doen. Maar ook eigenlijk om de toekomst van die boot gewoon op een andere manier kijken of we die op een andere manier zeker kunnen stellen. Dat is ook waar we aan werken. Ja, hartelijk dank. Ja. Het is fantastisch. Ja. Strakje na het gebakje heb ik begrepen dat we dan te krijgen. Dan is de bouwer van de motor is hier aanwezig. En die gaat u, meneer Snoek, wil u voor degene die geïnteresseerd is, graag uitleggen hoe het allemaal gaat werken. Ja, ik alleen maar zeggen proost en dank u wel allemaal. Ja. 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 Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en recreatie om een start te maken. Dit jaar hebben we ook nog een speciale campagne laten lopen, dat heet Samen in Actie. Daarvoor konden lokale initiatiefnemers hun projectplannen voor insturen. We hebben ontzettend veel projectplannen ontvangen. Daaruit hebben wij een selectie gemaakt aan de hand van de criteria van het ANWB-fonds. En uiteindelijk zijn er 41 projecten genomineerd, verspreid over het hele land. Waaronder dus dit mooie project, het Geuzeveer. Zij willen graag het Geuzeveer ombouwen naar een elektrische motor. Dus elektrisch varen past bij de huidige tijdsgeest. En vanaf half augustus tot eind, tot begin september, nee, van half augustus tot 1 oktober kon iedereen stemmen werven en dit heeft het Geuzeveer ook volop gedaan. En vandaar dat zij ook de winnaar zijn geworden in Zuid-Holland. Zij doen mee, dan doen wij ook mee. Ja. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, als je een haai even mee neemt, dan kunnen wij. Er ook nog een schip er ook bij. Ja, natuurlijk. Ja, ze blijven staan. Willen jullie nog iets naar voren komen? Ja. Helemaal goed hoor. Mijn naam is Reinhard Snoek. We staan hier bij het Geuzeveer. De Geuzeveer is genomineerd door de ANWB
En we hebben een prijs gewonnen om het schip om te bouwen naar elektrisch. Wij zijn van Snoek Technical Solutions. Wij importeren het merk Kreutler naar Nederland en bouwen schepen om naar elektrisch. En in dit geval gaan we het schip volledig ombouwen naar elektrisch. Gedreven op accu's met daarnaast nog een zonnepanelendek die uiteindelijk voor de energie gaat verzorgen. Er komt een walstroomaansluiting op zodat ze kunnen bijladen. Maar eigenlijk zouden ze autonoom kunnen varen op de zonnepanelen die op het dak komen te liggen. De installatie is nu ontmanteld, de dieselmotor is eruit. De elektromotor komt er binnenkort aan en die kunnen we eigenlijk in de bestaande situatie vrij makkelijk inbouwen. Dus de schroefwas, eigenlijk de basiscomponenten van het schip blijven. Alleen de dieselmotor wordt vervangen door een elektromotor. Ja, en de zonnepanelen die worden gevat in een frame? Ja, er komt een framewerk bovenop op het schip geplaatst waar we 12 panelen op gaan leggen. En die 12 panelen doen ongeveer 3,5 kilowatt energie brengen. De motor die uiteindelijk in het schip komt te zitten is 11 kilowatt. Maar de gemiddelde energievraag zal rond de 4 kilowatt liggen. Dus uiteindelijk zou die dus autonoom kunnen varen. Je hebt wat meer energie nodig om weg te varen, maar je ligt ook regelmatig even stil om de mensen in en uit te laden. Ja, en dan zou je dus op een dag eigenlijk volledig op zonne-energie kunnen varen. Ja, moet wel mooi weer zijn.